Daisy is vandaag ziek, dus ik ben me in mijn eentje aan het vermaken. En ik zat dus in mijn huis rond te kijken en er zijn echt nog steeds dingen die ik moet doen. En ik woon hier in mei geloof ik al een jaar. Maar er blijven gewoon dingen waar ik steeds maar niet aan toe kom. Bijvoorbeeld mijn keukenvloer. Want toen ik hier kwam wonen, er lag een hele leuke vloer in. Sterker nog, die ligt er nog steeds in. Super leuk motief, maar ik krijg hem niet meer schoon. Omdat de mensen die hiervoor woonden, waren denk ik echt super vies. Ik dacht vandaag ineens, ik ga een nieuwe vloer kopen. En die ga ik er zo meteen zelf inleggen. Welkom bij Eigen Huis en Tuin. En keuken. Ik heb geen tuin. Maar goed. Oké, kijk, zo ziet mijn keuken er nu nog uit. En hier zitten dus allemaal vlekken in die ik niet wegkrijg. Yikes. Ik dacht, ik ga een andere vloer halen. Heb ik gedaan. Ik heb hem hier. En ik ga hem nu even uitrollen en kijken of ik hem zelf op maat kan maken. Want dan moeten natuurlijk van die hoekjes afgesneden worden. Oké, klussen met Jeske. Hallo. Oké, en inmiddels is het dus 22:00 en heb ik nog niks gedaan in mijn keuken. Want ik was vergeten dat ik een sportafspraak had. Dus ik moest gewoon naar de gym. En dat heb ik super braaf gedaan. Ik ben helemaal kapot. Daarna heb ik nog gegeten. En nu is het eigenlijk alweer tijd om naar bed te gaan. En nu ga ik pas mijn vloer doen in de keuken. Ik ga nu die eruit rollen en dan kijken wat eronder ligt. Ik hoop geen muizen of andere geplette dingen. Dan ga ik deze uitrollen. Oh, dat staat dus gewoon heel op de vloer. Eeuw. Kijk, nu moet ik dus beslissen of ik die strepen lang wil of liggend. En ik wil ze eigenlijk lang, maar dan zit ik dus met het probleem dat ik door de helft moet snijden en dan het andere helft hier aan moet leggen. Ja, snap je dat ik dat dan net weer mooier vind? Ja, dan lijkt je ruimte langer. Dit kan dus ook. Even een foto maken hoor. Oké, ik heb het er even over gehad met mezelf en met anderen. Het moet optie 1 worden. Dat is gewoon echt veel en veel en veel mooier. Selfie time! En nu moet ik dus gaan kijken welke balkjes, welke kleuren passen bij welke balkjes. Ik heb het mezelf zo moeilijk gemaakt. Het is een vet moeilijk onderdeel. Want nu moet ik dus dat heel precies langs de muur gaan afsnijden. Wow! Oh my god. Oh my god. Dit was echt nog veel meer werk dan ik had gedacht. Ik ben nu klaar. Het is midden in de nacht. Nee, het is... hoe laat is het? Het is 22:00. Nou, het is 22:00. Daar heb ik toch 2 uurtjes over gedaan. Ik moet nog een paar randjes afwerken. Maar dat ga ik echt morgen doen. Want ik wil nu slapen. Maar... Hoera, het is me gewoon gelukt. Klussen met Jeske in haar eigen keuken. Vloertje vervangen, geen probleem. Oh ja, als je de challenge van afgelopen woensdag nog niet gezien hebt. Hij was super leuk, dus ga hem zeker nog even kijken. En ja, welterusten voor mezelf. En jullie zie ik volgende week woensdag. Doei.